Dat is perfect. En dat drinken we ook, alcoholvrij. Maar ook wel een gewoon wijntje. De komst van een bijzondere slijterij maakt de tongen los in het Leiderdorpse Winkelhof. Op 1 december opent er een drankzaak waar geen alcohol wordt verkocht. Prima, maar ik lust liever iets met alcohol. Ja, ik heb wel eens wat van die non-alcoholische cocktails gedronken. Het kan best verrassend lekker zijn, maar blijft dan altijd wel voor mij een soort frisdrank. Ja. Ik geloof niet dat ik zo'n fan ben, maar dat ligt waarschijnlijk aan de naam. Geef mij maar gewoon een wijntje en een biertje met alcohol erin. De naam is Van de Neut, dus dat zal het zijn. Voor ondernemer Wim Boekema was het een logische stap om een alcoholvrije slijterij te beginnen. Ik hou heel erg voor sporten, ik hou ook voor sociaal bezig zijn. En ja, waar je uiteindelijk tegenaan loopt, wat waarschijnlijk voor heel veel mensen herkenbaar is, is dat je de avond daarvoor een drankje te veel hebt gedronken en vervolgens denkt, oké, ik wilde sporten of ik wilde met mijn kinderen spelen en ik ben nu even wat minder helder dan normaal. Toen kwam ik tegen een aantal alcoholvrije dranken aan waar ik van dacht, oh, dit is eigenlijk best wel lekker. Tegelijkertijd wilde ik heel graag voor mezelf iets beginnen en toen heb ik het ene met het andere gecombineerd en nu staan we in zaak nummer 3. Wat koop je eigenlijk bij een alcoholvrije slijter? Een biertje en een wijntje op zijn tijd. Misschien wel iets anders nog. Bier vind ik uitstekend. Soms merk je het verschil nog geen eens. Maar ik weet dat zonder alcohol, alleen omdat ik sterke drankje toch wel een liefhebber van ben, van dat de whisky het beste smaakt. Dus stel je voor, je staat op een feestje en je hebt je 8e cola gedronken. Weet je, ik denk dat je dan wel weet waarom je alcoholvrije volwassen drankjes wil hebben. Bijvoorbeeld alcoholvrije gins, alcoholvrije tequila. We hebben alcoholvrije rums. Dit is een Zweeds drankje. De bieren hebben we. Ja, en dan hebben we wijnen. Bubbels. Als de shop hier open gaat, hebben we meer dan 30 verschillende wijnen staan. Meer dan 80 verschillende bieren. En meer dan 40 verschillende spirits. Nee, sorry. Het is niet aan mij besteed. Er zijn ook altijd mensen die je op bezoek krijgt die geen alcohol willen. En dan toch wel het smaakje van het alcohol willen hebben. Ja, dat lijkt me wel leuk, want ik bedoel, bier en dergelijke is ook allemaal heel erg meegevallen. Iedereen moet zijn eigen boodschappen kunnen doen, toch? Wat hij zelf wil.